Gert-Jan Bosman, meest strijdlustigste renner vandaag. Je had er zin in? Ja, op zich wel. Kijk, er staat een beetje, of er stond genoeg wind. De vraag is wanneer dat breekt en als je dan kan anticiperen door in een groepje ervoor te zitten. En er komt een waai terug, dan zit je altijd mee. En ja, helaas komt het, een deel van de peloton komt terug. Dus de stress die was nog altijd aanwezig. En ja, dan is positioneren en in de finale iets verkeerd gepositioneerd. En dan kom je natuurlijk wel tegen die mannen. Het was vandaag ook niet zo warm. Was dat ook voor jou een reden om jezelf warm te fietsen? Ja, op zich in de waterpas denk ik de laatste 30 kilometer een beetje regen. Dus daarvoor was het goed hard gereden. En met die regen ook werd ook knijterhard gereden. Alleen op het moment dat je stilstaat, dan ben je toch al nat. Uiteindelijk ben je de prijs voor de strijdlust, omdat je tot 3 keer toe een aanval hebt geplaatst. Ja, hoe zie je die prijs? Ja, het is gewoon leuk om mee te naar huis te nemen dat het beloond wordt. Ja, wat ik zei, anticiperen op een waai die dan achterop komt, dat is altijd goed. En voor hetzelfde pakt het goed uit. Vandaag pakt het iets minder goed uit. Maar wel leuk dat we zo'n prijs hebben. Dankjewel. Joep. Mannen, lekker naar douchen zo.